Het aftuigen van een homoseksuele man door 16 jongeren in het parkje bij de voetbalvereniging Wieldrecht. En een herhaling van zo'n incident bijna bij de voetbalvereniging EBOA aan de Schenkeldijk, waar het slachtoffer ten nauwe nood kon ontkomen, is er ook bij de gemeenteraad van Dordrecht hard ingehakt. Zo blijkt uit de reacties van de diverse leden van de gemeenteraad. Toen ik het hoorde en las, ik vond het afschuwelijk wat er gebeurd was. Ik weet het alleen nog niet goed. Kijk, ik spreek mijn afschuw uit, echt namens mezelf, maar ook namens de hele, namens GroenLinks. Dit kan en mag gewoon niet, geweld. Peter Verdort, ik neem aan, ook geschokt? Ja, natuurlijk. Ik denk als partij en als mensen schrik je hier altijd van de mee, van geschokt als je ziet wat er gebeurt. 16 man op één man is niet normaal. En de politie schijnt niet zo scheutig te zijn met informatie over dit soort incidenten. Heeft u dat ook meegekregen? Nee, maar ik denk dat we dat gewoon bij de politie en de officier van justitie moeten laten. Kijk, voordat je allerlei dingen gaat roepen, begrijp ik dat ze eerst dingen goed voor de uit willen zoeken. Dus laten we het vooral daar laten waar het thuis hoort. En als er wat te melden is, dan doen hun dat vanzelf. De organisatie van Gay Pride zegt dit gebeurt vaker en dan wordt het door de politie verzwegen. Wat vindt u daarvan? Nou, dat heb ik niet gelezen dat het verzwegen wordt door de politie. Ik heb alleen gelezen dat de politie niet zo snel met daderprofielen komt. En ik vind dat ook niet zo, dat snap ik ook wel een beetje. Ik bedoel, moeten we meteen met pek en veren gaan gooien? Ik wil eerst wel eens weten wat er aan de hand is voordat we zoiets gaan besluiten. Ja. Journalisten hebben de neiging dat ze graag alles willen weten wat er in hun stad gebeurt. Ik neem aan de gemeenteraadslid dat ook heeft. U wilt toch ook weten wat hier allemaal gebeurt in de stad? Dat er toch geen dingen worden achtergehouden? Ja, natuurlijk willen wij dat allemaal weten. Net zo goed als journalisten. Wat dat betreft zijn we ook een klein beetje journalisten. Maar er zijn natuurlijk normale wegen voor. De politie, Openbaar Ministerie van Justitie. Dus als die dingen te melden hebben die wij moeten weten, dan horen wij dat denk ik als eerste. Van Marco Stam, Peter Verdort, dan naar Gewoondort. Irene Koenen. Ja. Ik neem aan dat u zich aansluit bij de vorige sprekers. Afgrijzelijk wat er gebeurd is. Nou ja, dat kan je wel zeggen. Ja. Het is eigenlijk ondenkbaar dat dat in Dordt gebeurt. Sowieso dat het gebeurt. Maar ik heb toch altijd wel het idee gehad dat het hier toch net misschien wat beter was dan op een aantal andere plekken. Maar ik begrijp nou zelfs dat er ook regelmatig dingen gebeuren waar geen eens aangifte van wordt gedaan. Ja, daar schrik ik wel heel erg van. Van Irene Koenen, gewoon Dordt dan naar de VSP. Margaret Stolk, ook geschokt neem ik aan. Ja, ik ben zeer geschokt wat er de afgelopen weekend is gebeurd. Dat is alleen maar afschuwelijk gewoon wat er gebeurd is. Wat kun je nog meer doen dan je afschuw uitspreken? Nou, ik denk de VSP heeft zich al jarenlang hard gemaakt voor het LHBTI-beleid heet het tegenwoordig. We hebben, dat is beleid wat geënt is op lesbiennes, homo's, biseksuelen en transseksuelen, geloof ik. LHBT, afgekort. Ja, klopt. En daar krijgen wij als gemeente subsidie voor. Wij zijn koplopersgemeente en dit jaar is dat weer geëvalueerd. Dat geeft aan dat er nog niet voldoende integratie is op het gebied van homoseksualiteit. Den Verleeuwen van de PVV. Ja. U sluit zich aan in de rij? Ik vond het afschuwelijk toen ik dat bericht las. Heel erg. Ik ben wel blij dat ze een dader hebben gearresteerd op dit moment, een jongen van 14 jaar. Ik hoop inderdaad, het ging om een grote groep, dat de rest zich ook zelf zal aanmelden. Of als ze dat niet doen, dan gepakt worden. Ik denk dat scholen een hele belangrijke rol hebben in het geven van informatie. Ga vooral, zou ik willen zeggen tegen alle docenten, ga vooral in gesprek met alle leerlingen. Zorg ervoor dat alle leerlingen hun mening kunnen uiten. En zorg er ook voor dat er gewoon een stuk acceptatie ontstaat. Vooral ook voor deze groep vind ik wel heel erg belangrijk in Dordrecht. Dordrecht is een plek waar dit is gebeurd. Het had natuurlijk overal kunnen gebeuren, maar het is bij ons gebeurd. Nou, Dordrecht is wat mij betreft een stad waar dit soort gebeurtenissen niet thuis horen. Moet ook met hand en tand bestreden worden. Dat zijn we nu gelukkig ook aan het doen. Maar het is wel achteraf. Het is gebeurd en dat is afschuwelijk. U twitterde al kort nadat de politie bekend had gemaakt wat er gebeurd was. U twitterde: de politie, het OM en ik doen er alles aan om de daders te vatten. Wat doet de burgemeester van Dordrecht er dan aan? Nou, in zo'n zaak heb je allemaal je eigen rol. Het OM is bezig om de daders te vervolgen voor zover ze bekend zijn. De politie voert uit namens het OM en ook namens mij, want de politie heeft twee bazen, de officier van justitie en de burgemeester. En mijn taak is om de openbare orde en de veiligheid in deze stad zoveel mogelijk op peil te houden en ook de burgervaderrol te vervullen. Dus ik heb ook nauw contact met de slachtoffers. En in zoverre ben je er zeer bij betrokken. En ik probeer ook met de politie een paar keer per dag in contact te staan over de gebeurtenissen die er plaatsvinden. En ook uitleg te geven aan mensen waarom we dingen wel en niet kunnen vertellen.